Dames en heren, ja, op mijn beurt van harte welkom in toch wel een prachtig gerenoveerd stukje Gents erfgoed. Mevrouw de Schepenen, vandaag lijkt weer een grote dag. Je hebt weer al iets uit uw tovergoed gehaald, een tweede project. Misschien zal het derde project een andere invulling krijgen waar we veel problemen in Gent mee hebben. Maar we hebben het nu eigenlijk over het Wintercircus. Er wordt een overgave gedaan. Klopt. We hebben eigenlijk de voorbije jaren dit prachtige gebouw, het oude Wintercircus, mooi stuk Gents erfgoed, heel erg mooi gerenoveerd. De partners van SoGent hebben dat gedaan. En we hebben toen al aangegeven van wij zoeken eigenlijk een uitbater die de komende 75 jaar van dit Wintercircus een heel bruisende plek in onze stad wil maken. En dat consortium hebben we nu gevonden. Die zijn ook aangeduid. Dat is een groep van 18 Gentse ondernemers die allemaal uit de technologie en uit de innovatieve sector komen. En die hebben gezegd van wij gaan ons samen verenigen in een consortium en wij gaan samen de komende 75 jaar de uitbating van dit Wintercircus op ons nemen. Jullie zijn boezemvrienden, jullie zitten nu wel op rozen. Voor zo'n mooi gebouw gaan jullie de concerten doen. Ja, we gaan inderdaad samen de exploitatie doen en een stukje ook van de programmatie, Democracy en 404, maar wij niet alleen. Het is ook belangrijk dat ook andere spelers in Gent, andere muziekorganisatoren, maar ook ja, individuen, muzikanten, daar echt een thuis vinden en dat het echt nu een zaal is die eigenlijk dedicated voor muziek zal dienen in Gent. Is het specifiek voor mensen van Gent of ga je het verder uitbouwen? Want het is een prachtig gebouw die waarschijnlijk een uitstraling geeft. Ja, dat is zeker zo. Ik bedoel, niet alleen het publiek moet breder zijn dan alleen maar Gent, maar ook de programmatie moet breder zijn dan alleen maar Gentse bands. Die gaan daar ook aan bod komen. Maar ook Belgische muziek, ook internationale acts, moeten we echt daarvoor ook naar Gent kunnen krijgen. Voor Democracy, eigenlijk misschien een thuiszaal? Ja, sinds de jaren 90 hebben wij geen vaste stek meer. Dus wij zijn 20 jaar op zoek naar een vaste plek. Nu, het gaat niet echt een vaste plek worden, zoals veel andere clubs. We gaan altijd in de stad rondreizen, maar dit wordt wel de uitvalsbasis voor ons, voor een groot deel van onze werking. Wat gaan we hier specifiek? Ga je zeggen van hier gaan we andere zaken doen? Ja, we gaan echt kijken wat die zaal betekent voor ons. Het gaat een heel bijzondere zaal zijn, omdat we ook die technologie erin steken. Gaat dat een ander soort van muziek kunnen gebracht worden dan we een andere zaal gewend zijn. Dus we gaan veel meer focussen op elektronische muziek, denk ik, en op experimenten met nieuwe media en nieuwe technologie. En heel blij dat de uitbating voor het Wintercircus gegund wordt op dit moment aan het consortium TENT, Together for Entrepreneurship, Networking and Technology. Je zegt ook technologie. Kan dat eigenlijk in zo'n gebouw? Want Gent kent natuurlijk de technologie. Zeker. Ik denk dat het vooral dat we niet moeten concurreren met bestaande initiatieven, maar dat hier alles wat we in Gent en het ecosysteem hebben, hier moet samenkomen. En dus ik ben er zeker van dat hier nieuwe ideeën zullen ontstaan die dan verder vorm kunnen krijgen in de toekomst. Ik hoorde in de speech van jou dat je zei, volgend jaar staat er iets te gebeuren die je naar hier gaat krijgen. Het is inderdaad wel fantastisch als dat mogelijk is. Ja, en dat is definitief, dus we zijn daar heel zeker van. Het Flanders Technology verhaal krijgt een nieuwe wind. En dat is al in de week van 15 maart 2024 in heel Vlaanderen te zien en te beleven zijn. En omdat het ooit in Gent gestart is, komt het nu ook terug naar Gent om het openingsfestival hier te kunnen waarmaken in het Wintercircus.